Dag, baas. Ja, dag, Jan. Vang. Kom, Jacob, kom. Dag, baas. Dag, Paulus, zijn we hier nog? Ja, baas. Hoe gaat het met die baas? Nee, maar het gaat goed. Hoe gaat het met jou? Nee, baas. Gaat goed. Voor deze ook zeker, nee. Ja, baas. De baas was bijna lang bij geweest. Ja, jongen, ik was 4 jaar in Arica. Oeh, 4 jaar. Die oorlog was lelijk. Die nonne is al bijna blij geweest om die baas weer te zien. En die kleine nonne, ze is groot geworden. Net zo groot. Die baas zal haar niet weer kennen. Ja, toen ik haar laat gezien heb, was hij maar net zo groot. Nou, ze is bijna groot. Jacob. Nou ja, Paulus, laat me maar hier. Ja, goed, baas. Dank je, Paulus. Zijn grote verbaas van je, hoor. Ja, baas. Tot ziens, baas. Iets in mijn oog. Is dit ons achter? Ja, dit is Marieke. Ze is groot geworden. Marieke, kom hier zo, kom kijk wie ze hier. Papa was teruggekomen. Doe goed voor papa. Dag, Marieke. Jij is zeker honger. Kom, wij gaan voor jou kos maken. Daar in die voorkamer. Goed. Dat lijkt naar die end.
Kos is nou nog haar, hoor. Toe maar julle twee sal nog groot maats word. Senior werd ons eerder, maar ze daar nooit verkeerd niet aan. Maar ons kunnen worden vet. Vanmorgen moet je net kluppen en zand geïmpteerd, hoor. Dat is niet. Ja, je wordt te vet. Morgen maak je net een klupje en een beetje zand geïmpteerd. Ach, dat is niet. Moet je die kind zo derg niet. Misschien wil ik zelf niet gedanken. Je weet maar, als kloonboontjes geoest, dan wordt het uit de klon bij de kruin om die lorren van die boontjes af te trekken. Maar die machine kan die kloonboontjes vinniger afmaken als 50 meter. Zien, die trekken aan die grootwielen. Dan draai je die as, zo al in die rondte. Maar hier die wieletjes, dat is niet mooi door die middel van die as. Dan gaat het zo op en af, op en af, op en af. Nou, hier die energie, die werkt zo wip-wap, trek je alles goed zo af naar die onderkant. We zien dan. Ieder groep tegen gewone staaldraden wat werk zo gedraaid. Maar werken die goed heel te van de ene kant naar de andere kant doen. Als hier boor in die box is een zo'n lang plank met klom gaatjes en een artikel die goed is, zodat allemaal die onder een vak. Zie je, die klomtanden die werken zo door elkaar. En dan trekken die goed zo van elkaar af. En hier die waaier is zo, die waai zo onder een blaas en die goed zo van de ene kant naar de andere kant doen. Ik probeer verhaal dat je hoe mijn patent werkt. Zij verstaan zeker niet zo min als ik. Maar dat is wel je vuilig. Kijk, jullie as loop hier door. Die klom willekies is allemaal zo... Oeh, nee, dat helpt toch niks. Laat ik mijn kop draai. Thank you.
Marieke? Sabina, waar is Marieke? Ek weet nie, missie, sy daar so gaan speel. Marieke? Waar is die hond? Hotnot, hotnot. Marieke? Marieke? Kom, hotnot. Ja, hotnot, vaar die spoor. Soek die nonnie, hotnot. Wil jy dan nie met my speel nie? Kili, 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 kili. Is hy dood? Ja. So gedink. Ek moet nou maar terug gaan. Jy weet, jou pa kan nie so alleen regkom nie. Maar jy sal mos nou dat ou Sabina vir jou verder help, né? Ja, dankie, maar ons sal regkom. Ek sal maar die ou kleintjie saam met my neem. Ek sal haar vir jou groot maak. Nee. Nee, maar dis my kind. Ek kan daar self groot maak.
Maar jy kan nie, jy's 'n man. Waar het jy gehoor dat 'n man? Nee, maar ek wil my kind self laat maak. Nou goed, ek sal haar vir eers hier laat bly, maar bewaar jou siel as jy die kind verwaarloos. Toe gaan sy vir Willem met inspan. Goed, maar mam, so lam met jou ouma se ou dingetjie. Sy moet soet bly hier by haar papa, hoor? En sê vir ouma sy vir haar sleg is. I think it's hard to lure from rent and fare and dine. The whoops and lasters were and one would break their heart. I did on the ek het bietjie die vrugte en die groente en sy sit dit in 'n mandjie en toe stap sy so deur die bos na haar ouma toe. Toe sy so deur die bos stap, toe kom daar 'n jakkals by haar. Is die bolle was 'n wolf? Ja, toe kom daar 'n wolf by haar en toe sê die wolf vir haar, "Môre, Rooika bietjie." Toe sê sy, "Môre, wolf." Toe sê die wolf, waar ging jy heen? Toe sê sy, "Ek gaan na my ouma toe." Paul, vertel te stade. Jy weet, jy moet nie sommer vir my jy en jou sê nie. Ek kom nie. Hey. En toe gaan die wolf en hy hardloop daarna met Rooikapjie se ouma toe en hy klop aan die deur en sê maar. Groot te maak, na daas. Naan, ma. My arme oud dingetje, kom jy na oma toe? Naan, naas. Naan, pa. Voei toch, kom. Om zo'n pa, ek moet pa die patent gewek. Je vroeg, zo'n ja, mooi. Pa, wanneer kom maar weer terug? Je weet, jy wordt vatte vet. Vanmorgen gaan ek jou net op ons aangeom te eet. Ach, is nie. Ek sê kindjie klein is, maar paar klein almie. Dag, my kind. Marieke? Wat? Is jy baie lief vir ouma? Ja. Wil jy nie bietjie by ouma gaan bly nie? Hoekom? Ek wil Johannesburg toe gaan. Ek wil kyk of ek nie die groenboontjie masjien verkoop kon kry. As ek 'n oomie kan kry wat die patent verkoop, dan kan ons van 'n nuwe damme bou en ons kan boorgate maak, ons kan draad span, as die plaas mooi wees, dan kan die droogte maar kom. Maar wie gaan die plaas oppas? Jy en opa moet maar so nou dan oorry om te kom kyk of die volk mooi werk. Ek wil nie by ouma plan, ek wil liever so met jou gaan. Maar Johannesburg is so ver en so. Ek sal van nou na jou. Nou mag ek kwaad wees. Dag, my kind. Hoe goed maak pa so groot vee? Dis om vir die ondrywer te wys dat jy en Godnot en jou papa wil saamry.
anders te rijd die trein sommer voorbij. Daar kom ik. Haas, Ocean, onthoud toch, jy gaan naar een groot stad toe. Wees op je hoede, wees vertrouwbaar, maar vertrouw niemand. Ja. Ach, Haas, mijn kind wil je niet weer oor die saak nadenken. Kan jy jou klein dingetje maar hier laat blij nie? Ja, ek sal met my pa gaan. Oh, nou, het jy jou Tansanie's adres, mijn kind? Ja, maar. Maak toch zeker. Dag, jy maar, 128 houdt hem. Ja, sê toch dan Sanny met my ook klein dingetje mooi oppas hoor. Tada, oppas een klein ding. Loop maar weer. Die missies ei wil niks koop nie. Maar ek het mis vir jou gesê, die missies wil niks koop nie. Ek wil nie iets verkoop nie, ek wil hier kom bly. Is nie die bottenhuis nie, die bottenhuis is daar aan die kant. Moet nou nie vir my Ja? Dag dan, Sanny. Ek is Haas. Haas van oom Andries. Ja? En die? Dis Marietjie, my dochter. O. Kan ek hom neer gaan lê in die kamer, asseblief? Ja.
Sint Antonie, dit is een nieuwe grondboontjemachine wat ik uitgewerkt heb. Hieronder het hy so een lang assie. En die assie wordt getrekt door een gewone trekker of zoiets. En hierdie klomp wieliekies kan Sanie sien. Is nie allemaal, die as loop nie mooi door die middel van die wieliekies nie. Hulle is allemaal skeef van op en af. En die boot het gewone staaldraad gebruik wat ek so in mekaar gevleg het sien. En as hierdie wiel langs die kant, want nou hierdie so draai, dan werk het al die goed van een kant so naar die andere kant toe. En die boot het ek een lang balk so van gewone hout met een klomp gaatjes in. Koffie. Dankie. Wat, sien, aan die boor sit die mens die grondboontjies in, dat afwerk hier naar onder toe, en aan die onder... Natuurlijk verstaan ek niks van machinerie nie. En wat is nou jou plannen? Ja, ek wil hier in die stad rondsoek na een maatskapie wat my patent sal koop. Sien, ek het ook een idee vir een nieuwe soort hamelmele. Die hamelmele die werk met een stel server wat, En waar gaan jy woon? En wat word bedags van die kind as jy gaan werk? Sê die kind bedags in een crash en kryf jylle woonstel om in te bly. Crash? Wat is een crash? Een crash is een inrichting waar werkende moeders hulle kinders laat staan. Ek sal hulle nou bel en redingstref het haar môre kom haal. Gaan kyk na een woonstel. Goeiemorgen. Sit maar. Wat kan ik voor je doen? Ja, ik heb hier zo een plan voor een nieuwe grondboontje. Misschien een plan voor een nieuwe grondboontje machine wat ik ontwerp daar op die plaats. Kijk, hij hier een assie wat voor hier vanaf zo'n toe werkt met de grond van die wieliekies wat die gaatjes niet mooi in die middel is en dan werken ze zo. Moet op me afzien en dan gaan druk hulle allemaal hierdie asjes dat hulle so op en af werk. En hierboe het jy dan van daar die draad wat so gedraai is, gewone gebouw dat wat so gedraai is, dan werk hy so sien, dan werk hy al die goed hier naartoe. En hierboe is daar so klomp gaatjes wat so titeldiedeldiedeldiedeld... Wacht een bietje. Ek dink jy moet dit liever aan meneer Potje te bedui. Sit maar, verskoon my. Meneer Potje, daar zal hij nou spreek. Goedemorgen. Morgen. Ik is Botta. Potje, terf. Aangenaam. Zet maar. Dankie. Wat kan ik voor je doen? Thank you.
Toe maar, my kind, toe maar nie. Hier, vat hulle by jou, hoor. O, ja, my nie. Het jy gemoor by die kruis, my kind? Toe maar, ek sien nie weer naar die nare plek te stuur nie, hoor. Jong, ek het goeie nieuws vir ons. Ek het die oomie gekry wat gesê het, hy wil my patent koop. En hy het gesê, hy sal my een goeie salaris betaal, solangs dat ek al die planne teken, en die modelle bou, en ek het vir ons een gave woonstel gekry, jong. Net morgen trek ek en jy in ons eie woonstel in. Lach nou vir my. Toe, lach nou vir my. Dis weg. Sit maar je goeie daar neer, hoor. Ja, ons gaat lekker blij in hierdie woonstel. Hier, hier is mijn bed, kijk eens om, hier is mijn bed. Daar is jouw bed, daar is die badkamer. Die kombuis is daar zo. Zien, als we vanuit die lucht moet branden, dan drukken we net hier die knopje. Ja, wel, hier zit nog een lamp vast. Zien daar branden. Dat is die deur. Ik ga water doen. Ach. Diepa. Is dit uit? Dank u, juffrouw. Nog altijd, juffrouw. Ik ken u nog zo lang genoeg. Zeg voor mij, Elise, toe. Elise. Hans, los nu jouw werken gezels met mij toe. Hoeveel van die goed moet je nog tekenen? Ik. Laat ik zien. Is dat aan die voorhand, zegt hij? Ja, ja. Maar hiervan kan ik aan die kop of staart uitmaken. Hans, is jij bang voor mij? Nee, ik is niet bang. Oeh, help! Ik heb jou die bank. Hans, wanneer gaan ons even samen met me? Vanavond? Ja, goed. Vanavond. Goeienavond. Good evening. Good evening. Does Mr. Villiers stay here? Yes. Will you come inside? Thank you. Sit down. I'll see if she's in. You? Be ready in a minute. Thank you. Thank you.
Speel je lekker? Kom maar speel. I will do something funny for you. Maybe you laugh. No funny? All right, I will show you something better, yeah? You know what? I will show you a little boy when he's going to the bicycle. Daddy? Yes. She was crying. My name is Efro Rossi. Nice to meet you. What? Aww. Was my kinky eenzaam? Ik het jammer hoor. Kijk, morgen, zaterdag, morgen neem ik voor jou hele tijd te hoor. Jongens gaat lekker, jongens gaat. Kooldrank drinken.
Ik wil haar amuseren. Mijn dochter. Jouw dochter? Is jij dan getrouwd? Zien mijn krookje is doen. En hoeveel van die heb je? Nee, dat is niet die één. Marieke, dat is dan Elise. Zeg dag. Dag. Ja, dag Marieke. Nou, ja, zorg dat jij niet laat is vanavond niet hoor. Waar ga jou weer uit vanavond? Ik heb die tannie beloven om haar peerschot toe te nemen. Groep heel ordentelijk. Weet je nou hoe groet de mens? Ja. Nou. Hello, hello. Good evening, Mr. Botter. Hello. I'd like to speak to you. Mr. Botter, why you don't send back Marieke to her granny? She will be so happy on the farm. But she's happy here. You think so? But this I know. This, every night, this, you know, she is very sad. Always, when you're out, this, she's crying. She's very lonely. This, every night I must put her to sleep. I didn't know. But please, Mr. Botter, send her back. Yes, I think you're right. Good night. Good night. Dag, je slaapt. Marieke. Ik heb vandaag een brief gehad van oma. Zij zei ze verlangt naar jou. Zij zei ze wil graag dat je iemand bij haar komt blij op die plaats. Maar ik wil bij jou blij. Maar oma is zo eenzaam zonder jou. Zal jij niet eenzaam weer zonder mij, niet? Ja, ik zal eenzaam wees, maar... Maar ik denk dat ze beter weten hier gaan denken. Het lijkt me je voelt niet bij mij reden. Nee, ik wil jou graag hier bij mij, hè, maar... Ik kan niet veel kleertjes maken, nee. Dat gaat zo bij je uit. En als je alleen nog hier... Oma zal je mooier kan opwassen als ik. Oma zal voor jou mooie kleertjes kan maken. En je zou zo lekker kan spelen op die plaats, want hier zo in die stad is daar niet speelplek. Ons moet maar morgen op die trein klimmen, dan kan ik maandag weer terug wezen voor die kantoor. Iets in mijn oog.
Hello, hello, Mr. Botha. How are you? Hello, Edward. Fine, thank you. How is Mariki? She's is she happy on the farm? Yes. Ah, come on, cheer up, my boy. One of these days you'll be back to her. Actually, is your work is nearly finished now? Oh, Edward, I still have a lot to do. I have to build a model for the groundnut machine. Then I have to draw plans for the hammer mill. And the patent office wants so many plans and models and things, it'll take me at least a year or two before I'm finished. Dag Nonnie. Waar gaan die Nonnie? Ik ga niet anders weg doen, want mijn pa blijft daar. Ga je met die voet? Nee, ik ga met die trein. Daar is niet trein vandaag, nee. Maar ik moet zo graag naar mijn pa toe. Nu ga ik terug plaats toe. Maar heb jij dan niet nog plannen, nee? Voor patenten, nee? Ja, niet op die ogenblik niet, maar als ik weer heen, dan zal ik je breng. Maar die geld wil je me nu gaan geven, dan ga ik voor mij een dambo, en dan gaat het voor mij een voorgaten laten maken, een gedraadspan. Nou, wat er geld voor wees je nou? Daar was 2000 pond voor die grondwinkelmachine, en daar was 2000 pond voor die hammermeel, en daar was 2000... Wagen, Biekje. Ik heb jouw salaris betaald, niet waar, nee? Ja, 40 van de maand, maar je weet je het beloven. Ik onthou geen beloftes, niet. Ja, maar je hebt gezegd... Kijk je echt naar de politie toe, jong. Daar is die contract weer getekend. Lees hem maar door en kijk of de politie iets kan doen voor jou. Een verbrande bosvelder. O, zo, dan het hij uitgevonden, hè? Ja, en hij wil mij doodmaken. Ik heb gedacht, hij gaat iets drastisch afpakken. Je moet iets doen. Je moet mij helpen. Ik gezegd, hij gaat mij elke dag ophangen tot ik om het al. En dat zal slecht wezen voor jouw zielen wezen, hè? Dat is niet een grap, niet. Je moet mij helpen. Nee, maat. Ik heb mijn deel gedoen. Je onthou ons als ooreenkomst. Ik betover om en jij bedrieg om. Oké, ons moet de plan maken. Jij hebt gezegd, ga me elke dag op. Ja, dat heb jij al gezegd.
Maar waarom bel je niet die politie niet? Maar ik kan niet die politie bel niet en je weet goed genoeg waarom niet. Nou, krijg dan voor jou een lijfwacht. Wacht, ik weet van twee kerels. Binnen. Morgen, meneer. Morgen. Morgen, meneer. Morgen, meneer. Morgen. Is jullie niets met broers? Ja, meneer. Ja, meneer. En wat is jouw naam? Jan, meneer. Jona? De Sky High, meneer. Is jullie twee kerels daarom sterk? Ja, meneer. Ja, ik zie. Heb je voor de willeers te veel gezegd wat jullie werk zo is? Ja. Nee, meneer. Ja, meneer. Dan staan jullie twee maar af voor die deur, want om je moest naam niet slapen. Kom. Maak u de deur. Hoe komt u in jullie twee in jullie werken? Ik heb het meneer Kenny. Ik heb gedacht dat hij zo groot. Ja, ik heb gedacht dat hij zo groot, maar dan zie ik later hij zo groot. En de hart loopt hij zo door, de hart loopt ons achteraan. En de hart loopt hij terug. En nu is hij weg, ik weet niet waar hij is. Nou ja, nou ken je hem en zorg dat hij niet weer voorbij komt. Kom je op mee. Yes, Lank. Good morning, gentlemen. Bij die twee, je moet maar nog twee bij krijgen. Dat is recht. Krijg er me nog twee bij. En jullie twee, als jullie hem weer zien, dan vang jullie hem en jullie maken hem vast en hou hem vastgemaakt, hoor. Jam. Jam, ja. Niet vandaag niet.
Opskut, morgen boere. Hallo, bitch, wat er hier weer op. Kom! Wat is het met jullie? Word wakker! Kom maar naar hier toe, schrik niet maar! Vang hem! Waar gaat hij? Achter maar liggen! Huis vir die rehabilitasie van jong oortreders daar te stel. Morgen. Vir die rehabilitasie. Vir die rehabilitasie van... Maar. Tijd, vriend. Hey, juffrouw, kom uit. Kom in. Well, you did it again. Yes, I only went again. If you do it some more, I'm sure we will pay you. Dit is baie gereed en die plaas is mooi en die kalles is vet en ek verlang so na jou. Ek verlang so na jou. Hey, tomorrow, you know what it is, we must tie them up on top of the building.
Maar bijvoorbeeld sommige paint in his face. Ik wil hem zoen naar jou. So, what do you think? I must buy some more paint. Yes. This time it is everything apart on I. No, Efro, I don't want to hang him up again. No. You know, Efro, I clean forgot I had a farm and a child. I was chasing so hard after money that I neglected my farm and my child. You know, a farmer shouldn't neglect things. I even neglected Elise. So, I must not buy any more paint. You know what I'm going to do? I'm going to forget about Portkiller's money. I'm going to ask Elise to marry me. And then I'm going home. But the paint is so cheap. Kijk eens wat, de erg is het erg. Ik kan het ook niet meer langer uitstaan. Ach, opa Broek, morgen vlug je moest Durban toe. Dat helpt niet. Al vlug ik nou vracht die kaap en dan kom je nog achterna en hang me weer op. Here, come on, drink this one. What is it? Ah, don't worry, it is that one will fix you. Come on. She was laughing at me all the time. They were prodding behind my back. Ah, don't worry about now. This, drink this one, drink, come on. Come on, drink. Ah, forget it. Yeah. Now I'm dealing with some things. Ooh. This is so combined. Ik zeg je, het zal niks helpen. Nou, vlug ik nog, bracht die kaap toe, dan kom je achterna. Dan haal me weer op. Neem me die check en dan geef je het voor hem als je weer komt. Is het niet, Amy? Wat is zo? Kan ik maar aankom? Ja, Hans, kom maar binnen. Kan ik maar zitten? Hans, jij is dronk. Dat is niet. Je is. Dat is niet dronk, niet. Je weet dat ik niet dronk. Kijk. Zie je? Ik kan zo staan voor ira. Alright, ik is dronk. Maar ik ben niet dronk om je opa te denken. Jo. Of je een paar dingen te zijn. Ach. Je denkt dat ik eens een plaatje heb. Je denkt dat ik allemaal van mij lachen, van mij verniet. Nee. Jullie denken dat ik eens dom. Ik was ook dom. Ik heb 2 jaar lang dat rondleer mij niet. Zo. Nu geen potje denk wat ik eens boven Jan. Nu vangen van mij dus niet. Ik ga terug naar mijn plaats toe. Terug naar mijn kind toe. Je weet, Hans, nou dat jij dronken is, is je verstandiger als wat je nog ooit was. Ga terug plaats toe, jij hoort niet hier niet. Ja, ik ga terug naar Marieke toe. Haar liefde is mij meer waard als al jouw liefde en al Piet Godderse geld. Net morgen nam ik meteen aan, weg is ik. Ah, je zo Piet Godder op. Op ga je maar het bonden met je. Help. Haal me af, je zo. Haal mij af hier zo, van jouw geld. Alsjeblieft, toch. Lief. En voor jou kan ik net 2 dingen zeggen. Tot ziens en goodbye. Ah, toch. Hallo, Marieke.